mensen omgaan met conflict. Goed, waarom is het belangrijk om te focussen op conflicthantering? Nou, dat is voor veel mensen heel erg. Veel mensen zal dat voor zich spreken. Je hoeft maar naar programma's te kijken als de leidende rechter en je ziet hoe het bovengenot van mensen wordt verpest door conflicten met de buren. Maar ook kost conflict op onze maatschappij heel veel geld, want heel veel ziekteverzuim wordt veroorzaakt door conflict op de werkvloer, stress, burn-out enzovoort. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar conflicten. Maar goed, dat zijn allemaal negatieve kanten aan conflicten. En wat hier ook al vandaag wat in de wandelgang heb ik vaak willen zeggen, conflicten kunnen ook heel positief zijn. Hoe kom je tot innovatie zonder inhoudelijke meningsverschillen, zonder discussie? Dus vandaar dat het dus belangrijk is om te kijken naar hoe kan je nou de negatieve effecten van conflicten minimaliseren en de mogelijke positieve effecten benutten. En ik ga het over twee dingen hebben. Allereerst een kijkje in wat jullie persoonlijke voorkeurstijl is. Vandaag iedereen heeft zijn eigen voorkeur om met conflicten om te gaan. Dus dat komt op het vragenlijstje wat jullie hier gevuld hebben. En als tweede, hoe haal je nou het maximale uit een conflict? Goed, dit is dus het vragenlijstje. Ik kijk even rond of mensen een ingevuld hebben. Je hoeft het niet in te leveren, het is gewoon een plek voor jezelf. Er zijn maar 5 vragen, dus ik zie ook dat er nog een aantal mensen snel even invullen, want het is gewoon even te doen. Dus ik nog geef mij even een kleine korte even over te vertellen. Het doel van dit vragenlijstje is gewoon even heel kort een inkijk in wat nou jouw voorstel om met een conflict te gaan. Dus om even te weten van jezelf is het niet. Maar het is sowieso wel leuk om iets te weten over na te denken. Deze vragenlijst is natuurlijk een hele korte versie van een veel langere vragenlijst. Dus goed, het geeft wel even een indruk. En daarom dat ik het ook even doe. Mochten jullie die langere lijst in willen vullen of gewoon meer over te weten, kun je me altijd een mailtje sturen en dan kan ik jullie sturen. Wat voor jullie dit voldoende? Goed. Als je het ingevuld hebt, dan heb je hieronder een klein schemaatje. En daar is het heel makkelijk. Je kan gewoon die sporen helemaal recht vertalen van A naar A, B naar B enzovoort. En zo invullen. En dan krijg je een beeld van wat jouw belangrijkste manier is om met conflicten om te gaan. Dus ben jij een vermijder, sluit je compromissen, etc. Dus nu ben ik eigenlijk heel benieuwd. Wie heeft als hoogste score probleemoplossing? Eerlijk. Oké, in theorie. In theorie, precies. En dat is wel grappig, want soms zijn er mensen die het heel sociaal mensen invullen. En die komen dan dus allemaal op probleemoplossing. Terwijl wij weten uit de praktijk dat dat vaak nog niet gebeurt. En dat mensen toch vaak een neiging hebben om een andere dus nu ben ik benieuwd, wat hadden jullie dan? Wie had vermijden? Oké, aan de vermijders. Fijn, hoef ik geen problemen van te verwachten, dus dat is wel altijd fijn. Wie had compromis sluiten? Oké, ja. Vechten. Oké, vechten baas achterin, dat vind ik prettig. En gladstrijden, wie had dat? Oké, had niemand. Goed. Dan ben ik niet zo'n multitask, maar ik doe enorm mijn best. Goed, deze conflictstijlen, die voorkeursneiging die je hebt om met een conflict om te gaan, die passen eigenlijk naadloos op dit schema dat ik even met jullie wil doornemen. Want wat is nou zo interessant aan een conflict, is dat er eigenlijk altijd twee kanten zijn, twee dingen die je in de gaten moet houden. Belang voor jezelf, maar ook het belang voor de ander. En vaak, wat vaak misgaat bij de conflict, is dat er één van die belangen, dus ondergesneeuwd raakt. En daar gaat het dus om.
belang voor de ander als laag inschat. Dus jij vecht ervoor, maar dan de ander, die zal dat dus door verliezen. Jij forceert het tot jij krijgt wat je wil. Nou goed, wat je dan hier ziet in het midden, is als je beide een beetje water bij de wijn doet, dus de een geeft wat toe, de ander geeft wat toe, dan ben je sluit een compromis. Dus dat lijkt, voor veel mensen lijkt het altijd lijkt heel positief. Nou, elke helft, prima, eerlijk. Maar wat we zullen zien, en daar kom ik zo terug, is dat uiteindelijk wil je naar samenwerking. Misschien moet je nog langer met elkaar samenwerken. En wat ik net al zei, je hebt een heel groot potentieel wat je wilt benutten. Misschien is er dan meer te halen dan wanneer je maar door de helft. Misschien kun je de taart vergroten, zoals we dat zo mooi noemen. Goed, even recapituleren. Vermijden, nou, je verliest eigenlijk allebei. Forceren, één wint, de ander verliest. Aanpassen, jij verliest, de ander wint. En een compromis, je hebt beide een beetje winst en een beetje verlies. Dus dit wordt ook wel distributief genoemd, je verdeelt het. Dus als je een taart hebt, je snijdt je taart in stukken en in een kaartenstuk afhankelijk van wie wat. Goed, maar we hebben nu gezien, je hebt het belang van jezelf en het belang van de ander. Wat krijg je nou als je die beide meeneemt? Nou, dat is de crux van conflicthantering. En het mooie voorbeeld dat al vaak gegeven wordt, dat gaat over sinaasappels. Dus er zijn twee zussen in Amerika, die zitten op een mooie zomerdag buiten. En één zegt, hebben we eigenlijk nog sinaasappels in huis? Nou, de ander gaat kijken, er is nog één. Nou ja, wat doen we? Nou, om een goede vrede te bewaren, allebei elke helft, ze sluiten een compromis. Dus ieder krijgt een halve sinaasappel. Wat blijkt nou? De een die perst de sinaasappel uit, want die had dorst. En de ander, die had eigenlijk alleen de schil nodig, dus die gooit het vruchtvlees weg, want die wilde een cake bakken. Dus hadden zij samen gekeken naar het belang van de een en van de ander, dan hadden zij de taak kunnen vergroten. En dus tot samenwerking kunnen komen, echt tot een win-win. En dat noemen ze dan ook wel integratief potentieel, van als je beide belangen integreert, dan kom je tot iets moois, iets groters. En kun je beide voor een pond hebben, dus daarom ook de grotere taart. Is dat helder? Nou, ik heb er wel een vraag over. Ik merk dat je van... Ja, maar ik heb gewoon geleerd, er is zoveel en in Nederland pakken we zo weinig. En volgens mij over 200 jaar ben je niet meer dan een naam op de gasten. Ik pak gewoon die hele taart. Dus ik word een beetje het compromis sluiten. Ja, ik vind eerlijk gezegd dat je een beetje, nou ja, ik ben nu met een praat, dus dat vijf en als je misgeeft je vraagt het straks wel waar. Want... Oh nou ja, je vroeg aan mij, ja, ik vind dat ook een beetje ben als je vraagt van hé, stel de vraag, ik denk tegen. Ja, ik werd gewoon een beetje van, ik dacht, nee, geef het zo. Ja, en heb je dat van je moeder, dat je zo reageert tijdens presentaties? Of? Sorry? Wauw, dit is echt bizar wat hier gebeurt. Wat idioot. Nee, ik merk gewoon dat ik dat compromis sluit, vind ik echt zo niks. Ik word daar echt zo, merk dat ik er een beetje emotioneel van word. Ik hou er gewoon niet van. Ik heb gewoon geleerd om gewoon in de hele kamer te gaan. En ik merk ook dat ik nu echt onwijs de aandacht heb en dat iedereen zich afvraagt wat gebeurt hier. Maar zij is zo sterk geweest om mij hier even te vragen om even te laten zien hoe het niet moet. Ja, ik nog een vraag. Wie schokt zich de kleren en vinden nog steeds een kutwijf? Ja. Ja, maar waarom zouden we jou een kutwijf vinden? Waarom zouden we haar geen kutwijf vinden? Ja. Thank you.
dit zo moeilijk vinden, ja. Dat we juist ongelooflijk veel vermijden. Ja, 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 nee, precies. Ja. Dat is zo. Ja, want wij vinden jou onmiddellijk ontzettend assertief in plaats van. Ja, terwijl het heel agressief eigenlijk is en iemand misschien ook voor haar op zou kunnen komen. Of ben ik blij dat er niet gebeurt. Is dat een manier waarop je samen kunt werken hier en iets beters in stand kan brengen? Dus dat is ook, want we hebben het natuurlijk niet alleen maar gedaan om leuk, we wilden daar natuurlijk iets mee bereiken. Dus bedankt daarvoor. Geweldig. Ja, alle credits naar jou. Fantastisch. Ik heb nog een vraag over als het even mag. Ja. Ik vind wel dat ze gelijk heeft over eigen belang. Ja. Want ik ben ook altijd voor samenwerking, maar ik heb toch. Ik bedoel, ik sta hier pas 25 jaar, dus ik ben best nog jong. Ja. Maar ik heb wel gezien dat veel mensen ook aan eigen belang denken aan het eind. Ook al zeggen ze samenwerken, ja. Vaak denken mensen aan eigen belang. En ik heb meegemaakt dat dat een groot deel van de mensen is gezien. Ik altijd van samenwerken, van iedereen zijn stuk van de taart. Maar ik heb gemerkt dat dat in de praktijk eigenlijk bijna onmogelijk is. Het is wel zo makkelijk uit te leggen, maar niet iedereen is zo eerlijk als jij nu bent, zeg maar. Nee, dat snap ik. En wat het ook soms lastig maakt, is dat je niet afhankelijk van elkaar bent. Dus als jij niet in een situatie zit waarin je die afhankelijkheid hebt en weer samen verder moet, dan kan het zo gebeuren dat als die ene daad zegt, nou, ik neem alles en dan ga ik weer weg en dan ga ik met iemand anders samenwerken. Op de lange termijn zul je dus merken dat die andere, die wordt steeds minder gegund. Als je echt met iemand lang moet samenwerken, maar dat is een goed punt. En wat ook belangrijk is in conflicthantering, maar ook in samenwerking te komen, is dat je ook je eigen belang dus niet wegschuift. Ja. Dus je moet wel degelijk en voor jezelf opkomen, maar ook voor de ander. Dus die combinatie, die balans, is heel moeilijk. En wat we net al zagen van assertiviteit, agressiviteit en vermijden dan. Die balans is dus heel, heel dun, want wat moet je doen? Ja. Maar is het in principe niet, in die end altijd het belang van jezelf, alleen dat je het onderscheid maakt tussen het op korte termijn scoren en het lange termijn. Ja, het hangt er vanaf. Want je kunt dus ook zo prettig samenwerken dat je net zo snel eigenlijk realiseert, oh, die wil dit eigenlijk bereiken en die dat. Dus dan volgt jou niet de eerste prikkel. Want als je dat normaal zou doen, dan zou je proberen altijd binnen te halen. Maar nu zeg je net een beetje deel, al een strategische zijn. En als we met elkaar en als de ander bij me blijft, dan kan ik daar eigenlijk meer mee. Voor jezelf, maar dat is ook niet erg. Maar als het ook voor een ander geldt, dan zou hij ook met jou mee willen denken en dan zou hij ook nog een keer met jou willen samenwerken. Nee, precies. Dat is een lange termijn. Precies, dus voor beide zou dat mooi kunnen zijn. Oké, goed. Het doel van hiervan was dus om te laten zien, hoe moet het niet? Nou, hoe moet het dan wel? Want jullie komen met een aantal interessante observaties. Je merkt zo dat het meteen allemaal dingen oproept. Dus ik vind het zelf echt. Ook heel grappig om te zien hoe de zaal ineens zo schrik en stilvalt. Maar goed, wat je dus hoorde is dus heel veel ik. Dus alleen je eigen belang. Terwijl iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belang, maar ook een ander belang. Dus wat had ik anders kunnen doen? Ik had allereerst bijvoorbeeld mensen even naar kunnen luisteren. Ik had nog net al een bot gekozen, ik zal er niet te lang over praten. Met het actief luisteren van respect tonen voor de ander, maar ook parafraseren. Oh, dus dit roept bij jou heel emoties op bijvoorbeeld. En zoals Gita heeft gedaan tijdens de eerste presentatie, dit roep ik het nu even parkeer en ik kom je straks graag terug, want ik vind het knap dat je je zo blootstelt in het publiek of zo. Dan is het al heel anders dan als je zegt, het is van je moeder of zo. Dat zijn verschillende manieren om met conflicten om te gaan. Ik wil nog twee dingen kort behandelen voordat wij tot het einde.
principe werkt. En je kan het dus ook trainen en oefenen. Dus nou, dat zie je bijvoorbeeld hier boven in het boek. Boven en de conflicten. Nou, dat zijn mensen concurreren, dus ieder gaat voor zijn eigen belang. Je bent tegen die ander. Of heel aanvallend, die mensen dat bijvoorbeeld doen. Nou, dat zie je samen als je op de vriendelijke as zit, maar onderdanig, dus iemand die wil meewerken of wil volgen. Goed, nou, wat kun je nou doen als iemand heel onaardig tegen je doet en heel dominant? Stel je voor, je komt op werk en je denkt, nou, gezellig, we moeten samenwerken. En je zegt, je blaft je toe, ga jij even koffie halen? Dat is een geheim. Dus heel hoog. Dominant en heel onvriendelijk. Nou, ja, wat moet je dan doen? Je denkt, ja, ik moet met deze persoon samenwerken. Ik kan geen koffie halen, want dan is het de toon gezet. Dus ik moet hier iets mee. Wat wil je dan? Je wilt eigenlijk die persoon in deze hoek zien te krijgen. Je wilt dat het vriendelijker wordt. En het liefst wil je ook nog een beetje sturen. Dus dat hij met je meewerkt. Dus het liefst wil je onder en samen hebben. Dus een beetje meewerkend. Nou, hoe kun je dat doen? Niet door te reageren zoals je van nature zou doen, dat is namelijk onderdanig en ook chagrijnig. Nou, ik doe het wel. Maar dan moet je jezelf dus dwingen om naar daar naartoe te gaan. Dus je doet vriendelijk, zoals stewardess wel eens zeggen, kill them with kindness, van heel vriendelijk doen. Maar die ander is geneigd om ook vriendelijk terug te doen. En je moet jezelf dus dwingen om niet in die onderdanige rol te gaan, maar wel te blijven staan. En zeggen van, hé hey joh, ik heb een koffie gehaald, zullen we eventjes eerst beginnen met even een flinke slag maken, houden we daarna koffie, of nou ja, op een andere manier, dus vriendelijk, maar wel een beetje thuis in de hand krijgen. Goed, makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is wel hoe je met dat soort situaties om zou kunnen gaan. Nou, dan is dit echt bijna het eind. Voor hoe je beter met deze situatie om kan gaan. Actief luisteren, zoals zij respect houden, paraphraseren. En dit staat veel mooier in het boek beschreven. Ik heb het gelezen al, maar ik heb gisteren ook nog een heel stuk gelezen. Een prachtig boek. En pas als je het gevoel hebt dat de ander je begrijpt.